Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday! Vandaag ga ik een heel erg spannend spel spelen, namelijk de Ontsnap het pretpark Obby. Dus dat betekent dat we in een heel erg eng pretpark terechtkomen en daar willen we natuurlijk zeker uit ontsnappen. Ik heb er in ieder geval best wel veel zin in, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven, alleen welke hand moet je ervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Gebruik je linkerhand als je wel eens een keertje naar een pretpark bent geweest. Dat kan natuurlijk Efteling zijn of Drievliet of Walibi. Druk dan natuurlijk op dat duimpje omhoog. Of ben je nog nooit eerder naar een pretpark geweest? Dat kan natuurlijk ook. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan nu meteen beginnen met de game. Jongens, dit ziet er zo ongelooflijk spannend uit. Hier zo staat Skull Island met een gigantische spin hierop. Er zijn wel hele leuke, schattige vlaggetjes, maar dit gaat niet goed komen. Ik hou ontzettend veel van pretparken. Alleen, oh, wat gaat er gebeuren? I don't know. Oh, wat is deze gast? Hallo. Oh, hij praat. Hey, dit pretpark ziet er heel eng uit. Brrr. Oké, daar zijn we dan hoor. We zijn binnen. Oh, wat leuk. Oh, leuk. Picknick. Wow. Hè? Wat is dit? Er zit een andere speler hierin bij de clown. Oké, dat is heel erg gek. En dan hebben we hier een heksje die ook mij aan het volgen is. Oh, er zijn mensen die erin zijn gekomen. Oh, dat kan ook gewoon. Huh, wat grappig. Oh, ik dacht dat er glas voor zat. Ja, maar deze clown is wel eng. Ja, ik ga snel. Oeh, de heks. Ik ga er snel uit. Ja, ik pak maar gewoon eventjes deze checkpoint. En dat was de ticket office. Dus volgens mij heb ik nu wel mijn tickets gehaald. En dan gaan we hier doorheen. Oh nee, er zit olie hier zo op de grond. En het is heel erg heet, dus ik mag niet aanraken. Is goed, ik stap op de tomaat. En dan in op een stukje sla. Ik voel me helemaal veilig hier. Nou, het ziet er wel heel gaaf uit. Wacht even. Wat is dat? Ah, dat ziet er heel eng uit. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel het idee van het pretpark. Misschien is het wel een heel leuk pretpark. En is hun thema gewoon engigheid of zo. We moeten hierop gaan. Want op die manier kunnen we het hele park zien vanaf de bovenkant. Oké. Nou, voordat ik dat ga doen, pak ik nog wel even de checkpoint. Want stel dat er iets fout gaat. Ik ga in een rij staan hoor. Hallo? Nee. Weet je wat? Ik ga voordringen. Veel leuker. Mag ik... Oh! Wat is deze gekke engert? Ja. Nou, ik ga erin zitten. Oh, gezellig. Ik ben niet de enige. Hallo? Ga even van mijn schoot af, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Wow. Dit park ziet er zo ongelooflijk gaaf uit. Er is daar een heel groot piratenschip. En oeh, dat lijkt wel een spookhuis daar zo. En een achtbaan. Oh my goodness. Ik hou van achtbanen. Daar wil ik het allerliefste naartoe. Dan weten we in ieder geval wat we kunnen verwachten. Dus ik ga er nu weer uit. Zo. En dan gaan we hier naartoe. Clowns is wel echt het thema van het pretpark. Oh nee. Hij volgt hem met zijn gedicht. Oh nee, dat vind ik echt niet leuk. Oh, en de ballonnen zijn ook dodelijk, jongens. Nou ja, ik had wel een beetje verwacht dat ik ze niet aan moest raken. Maar goed, toch maar beter dat ik het heb overleefd. Oeh, heksen, die vind ik zo ontzettend eng. Laten we snel over de snoepjes heen springen. Ja, is goed. Wow. Oh, gelukkig. Oh, ik dacht dat ik het niet zou halen, maar ik heb het wel gehaald. Oeh, enge bezem. Oké, zo. Maakt niet uit. Die bezem wil mij waarschijnlijk helemaal kapot hebben. Maar, we gaan het doen. Oh, gelukkig. Ik dacht eventjes dat hij achter me aankwam. We hebben het gehaald. Wauw, wat knap. Oh ja, snel naar de checkpoint. Oh my goodness. Nee, zombies. We moeten zo snel mogelijk naar het spookhuis gaan. Ja, dag. Ik wil helemaal niet naar het spookhuis. Maar ik wil hier ook niet per se bij de zombies blijven op de begrafenis. Ja, oeh. Oh, kijk nou. Hij heeft een skelettenhand. Wacht. Misschien moet ik wel eventjes snel door. Yeah. Snel. En ja, woe. Gelukkig maar. Ik zie daar ook allemaal spookjes. Hallo, meneer de spook. Hallo. Hij kwam naar me toe. Oké, dat is weer een beetje eng. Nah. Goed, jongens. Ik vind het spel wel heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel een beetje spannend of zo. Oh, we gaan het spookhuis in. Oh, dit vind ik zo eng. Dit vind ik zo eng allemaal. Goed, wat heb jij te zeggen? Ben zegt... Oh, hey, kom hier naartoe. Dan hoeven we niet in een rij te staan. Ben, wat een stouterd. Oké, dat vind ik alleen maar leuk. Ik ga ook hier naartoe. Hup, let's go. Wow! Kijk nou, wat leuk. We gaan gewoon door de achterkamertjes heen van dit gebouw. Maar we hebben allemaal stoelen en borden en zo die door deze hele kamer heen vliegen. En ik neem aan dat ik ze niet aan moet raken. Yes, I did it. We gaan door deze deur. Wat handig als ze allemaal open gaan voor mij. Oké, heftig. Zwaarden. Hallo? Oh, ze buigen allemaal voor me. Wat een gezelligheid. Oh, hè? Wacht even, ik snap de timing niet helemaal. Links, rechts, links. Oh ja, zo op deze manier. En go!
En go! Yes, ik heb het gewoon gehaald. Oh, geesten! Geesten! Ik denk dat er een deur is bovenop het balkon. Daar zo is een deurtje inderdaad. Wow, dit is wel echt een heftige kamer, jongens. Ik wil ook zo'n ballroom. Ik ga tussen de dansende geesten door. Oh, whoops. Ah, ik moet ze waarschijnlijk niet aanraken. Hey, hier hebben we geestenmeneertje met de hoed op de orgel. Wauw, hij kan wel echt heel erg goed orgel spelen. Nou, ik ga door op het mooie marmeren balkon. Wow, wat een uitzicht. Eigenlijk is dit wel heel erg bijzonder. Behalve dat ik ze niet aan moet raken, want anders ga ik dood. Maar voor de rest is het leuk. Zo, we zijn deze deur door. Oh, nu zijn we in een gangetje. Oh! Dit is eng. Ik hou echt totaal niet van zombies. Maar niet alleen dat. Deze zombies zijn hier door de ramen en spiegels heen gekomen. En er zitten grote bloedvlekken. Wat heftig dit hoor, jongens. Kan ik hier eigenlijk wel overheen? Nee, ik had eigenlijk een soort van wel verwacht dat het zou kunnen. Maar blijkbaar dus niet. Nou, maak je geen zorgen. Het gaat me lukken. Ik ga gewoon zo. Ja. Oh, een bloederig handje. Nou ja, we doen maar net alsof we het niet hebben gezien. Vleermuizen. Oké, deze zien er wel eng uit hoor. Met die bloederige... vleugels. Oké. Ik had niet verwacht dat hij zo naar mij toe zou vliegen. Ja, vleermuisje. En ga aan de kant. Goed zo. En dan gaan we hier onderdoor. Ja. En oh. Ah, vleermuis. Yes. Gelukkig, ik heb het gehaald. Wat zegt Ben nu? Ik zag zombies en ik ben zo snel weggerend. Maar het is niet zo heel erg ver meer naar de ingang. Ja, we gaan er... Oh, we gaan ook echt gewoon... Hier zo in. Oh, wat leuk. We hebben het gehaald. Maar jij eerst. Ik ben bang. Oké, Ben. Scheiterd. Ja, daar zijn we dan hoor, jongens. Het is wel heel donker. Ah, spinnenwebben. Spin. Oké, ik hou echt totaal niet van spookhuizen. Wow, dit is zo eng. Maar ik vind het wel echt leuk. Want tegelijkertijd vind ik... Oh my. Dit is een gigantische duivel. Zijn we in de hel beland? Wat is dit nou? We gaan ineens sneller. Nee. Wat moet ik hiervan verwachten? Oké. Oh, we zijn met Anna aangekomen. Gelukkig. Ik vond het echt oprecht gewoon eng. Ik had niet verwacht dat ik het zou overleven. Maar het is me gelukkig wel gelukt. Hallo Ben, hallo. OMG, heb je dat gigantische monster gezien? Oh, het was een monster. Ik dacht dat het de duivel was of zo. Oh, hier hebben we een hele grote trap. Ja, fijn. Moeten we helemaal omhoog rennen. Weet je hoe vermoeiend dat is? Een roze deur. Yes, we zijn eruit. Deze krabben zien er niet heel vriendelijk uit. Inderdaad, niet helemaal. Maar we hebben in ieder geval wel het thema met zand. Oh, dat is wel leuk. Oh, ze verdwijnen. Ze komen ook gewoon zo uit het zand vandaan. Waarom is deze krab mij aan het volgen? Waarom? Eggert? Oké. Ja. Blijf weg. Nee. Gelukkig. Volgens mij heb ik het gehaald. Ik ga nog even springen voor zekerheid. Yes. Ben heeft een manier gevonden waarop we de rij weer kunnen skippen. Dus we moeten hier zo overheen gaan. Oh, dat is helemaal niet gevaarlijk hoor, jongens. Maar goed, we gaan maar gewoon eventjes kijken wat er komt. We zijn op het grote piratenschip. Yes, het is zo leuk. Ik zie Ben. Ik zie allemaal skelettenpiraten. Hallo. Ik denk dat ik de kapiteinssleutel hierboven heb gezien. Oké. Hallo. Boven op het dek. Ik zie helemaal niks. Ben, waar is de sleutel? Helemaal boven aan op het zeil. Wacht eens even. Moet ik daarop gaan klimmen? Dat kan ik toch... Oh, er is gewoon een ladder. Oké. Nou, ik ging de verkeerde kant op. Maar dat maakt niet uit. Yes. Klim. Omhoog. Ja, en de ladder stopt nu. Hoe moet ik helemaal erboven komen dan? Zo. Ik kan hierop. Yes. Dit is wel echt heel erg gaaf. Wow. Ik zou hier gewoon in kunnen springen met de haaien kunnen zwemmen. Kom, we gaan het doen. Oké, helaas. Dat was niet zo'n goed idee. Nou, we zijn gewoon nog een keertje op het schip. En dan ga ik naar het einde van deze zeilpaal lopen. En nu niet meer hierin springen, Jamila. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar volgens mij kunnen we wel... op dit touw. Helemaal top. En dan gaan we lopen, hoor. Ik weet het niet, hoor. Ik denk dat ik misschien liever gewoon in de rij had willen staan hiervoor. Want dat zou me toch wel een stukje klimmen schelen. Maar dit is ook wel leuk. Yes, ik heb het. En nu? Wat moet ik nu doen? Ik ga hier vanaf springen. Weehee! Hallo Ben. Hij zegt, je hebt de sleutel gevonden. Laten we de schat stelen. Welke schat? Waar
Ik heb geen idee. Moet ik hierin? Oh ja! Yes! Wow, er zit een kapitein hier. Oh, hallo, met een ooglapje. En een papegaai. Waar is je schat, meneer, de kapitein? Hier. Yes. Nee! Blijf van mijn schat af. Jij gaat naar de gevangenis? Nee! Oh, nou en bedankt hè, Ben. Heb jij me in de gevangenis gestopt? Wat een vervelend kind is hij. En hij zegt, nou, er moet toch een weg uit zijn? Ja, hoe dan? Oh, hier zo. Ja, hallo. Oké, ik ga dan hier doorheen. Oh, nou, dit is ook niet echt heel erg goed beveiligd, jongens. Waar moet ik dan nu naartoe? Ik word wel een beetje zeeziek, hoor, van de gevangenis hier zo in het schip. Deze deur staat open. Yes, ik heb me eruit gewurmd. Doei, Ben. Blijf jij maar lekker daar. Het is echt heel erg stout dat hij mij zo in deze gevangenis heeft gekregen. We zitten nu in het schip. Wacht, ik moet ervoor zorgen dat ik dit niet aanraak. Oké. No worries. Ah, no. Never mind. Ik dacht dat ik het wel zou halen, maar dat was dus niet helemaal het geval. Hoe moet ik dit doen? Zo, en dan zo, en dan zo. Waarom is het zo moeilijk, jongens? Ik snap het niet. Zo, en dan deze. Oh nee, en deze. Ja, ja, ja. Kom maar. Yes, ik heb het gehaald. Oh, wat een spanning. Oh, I did it. Wat? Ben is terug? Hallo Ben. Ik heb een heel gek idee. Laten we in een van deze kanonnen springen om te ontsnappen. Dat is helemaal niet veilig. Oké, ik ga in de verste kanon. Nou jongens, ik ben benieuwd naar... Ah, jammer. Ik had het wel graag willen zien. Maar goed, ik ben er in ieder geval uit, dus dat is top. En hier hebben we de haaien. Hallo meneer de haai. Hallo mevrouw de haai. Ik loop er gewoon even lekker doorheen. Wat een perfecte timing, jongens. Woe, ik hoef er niet eens wat voor te doen. Ah, Ben is er weer. Oh, ik kan niet geloven dat het heeft gewerkt. Ik ga nooit meer deze schat stelen. Nee, hij is veel te hebberig. Dat had hij ook niet moeten doen. Oh, deze haaien springen schuin. Ah! Wow, dat was echt eng. Dus mensen zijn hier ook weer aan het wachten op een attractie. Oh, ik wil zo graag in een log ride. Alsjeblieft, zegt hij. Oké, Ben. Oké. Kom, we gaan gewoon via de uitgang. Ik spring erin. Ha. Oeh, wow, ik ging er bijna doorheen. Nee, maar dit is leuk. Dit is leuk. Kijk nou naar hoe leuk dit karretje is ook. Helemaal mooi voorzien. Hi! Nee, we gaan door de haaienmond heen. Oh, het is ook zo donker hier. Oh, dat vind ik helemaal niet fijn. Oh, we zijn weer uit het park. Oh, splash. Wauw, dat was wel echt heel erg gaaf, jongens. Yes, we zijn bij het einde aangekomen. Bij de uitgang. Kijk nou eens eventjes naar deze mooie paarse fakkels. Oké, ik pak dit checkpoint hier en dan hebben we het gedaan. Yes, we did it. Skull Mountain. Doodshoofden. Ik weet het niet. Dit paarse strand is wel echt heel erg gaaf. Maar wat heeft Ben erover te zeggen? Skull Mountain. Laten we de lift nemen helemaal naar boven. Is goed, Ben. Ik doe wat jij zegt. Ik vertrouw je 100%. Not. Oh, we zitten hier bovenaan. We zijn aangekomen. Nou, dat is goed. Oké, en nu? Oh, ik moet hier overheen springen. Wiehie! Nou, dat is ook niet heel erg veilig. Ik weet het niet hoor, dit pretpark. Lijkt me niet heel erg goed en veilig voor bezoekers. Maar oké, we gaan door. Yay, spring. Ik vind dit paarse... Oké, dat had ik niet moeten doen. Ik wil weten wat er hier is. Zo, we gaan door hoor jongens. Daar is onze lift. Die hebben we al genomen. Maar ja... Hey, wat slim. We moeten over de liften heen springen. Handig. En dan hebben we hier gewoon random een ladder. Ja, waarom ook niet? Oh, er is nog een ladder. Nou, kijk eens eventjes. Wee, wat is dit nou weer? Hè? Er is een soort van vlam achter of zo. Maar als we nou eventjes met deze skilift gaan... Wacht, oh nee, dat is helemaal niet zo. We moeten hier zo de checkpoint pakken. En dan hebben we weer zo'n creepy man. Oh, dat is een doofshoofdbubbel. Ik weet niet of ik hier wel in durf. Oké, ik zit erin. Oh, wat is dit nou weer, jongens? Oh, dat ziet er helemaal niet goed uit. Dat is helemaal niet goed. Oh, ik hoef het zelf ook niet te sturen. Dit gaat automatisch, maar ik heb steeds het gevoel alsof ik er afval. Wow, hoe kan het zijn dat dit pretpark ooit überhaupt is geopend? Het kan toch niet goedgekeurd zijn, jongens? Wat is dit nou weer? Oh, ik ben gelukkig bij het einde aangekomen. Nou, dat was mijn heftige glijbaan, zeg, jongens. Ik denk... dat het wel tijd is om uit Skull Island te gaan. Want dat was wel allemaal net eventjes iets te spannend. Hoi Ben. Oh, ik ben zo duizelig. Ik kom zo meteen wel naar je toe. Is goed. Dus we gaan gewoon maar eventjes deze kant op. Hallo? Nee? Oké.
Oeh, ben eruit, gelukkig. Yes. Ik wil niet aangeraakt worden door de bommen. Snel er doorheen, snel er doorheen. Oh, Jamila Lala, kan je niet ietsje sneller rennen? Kom op, kom op. Wee, wee. Wauw, dit ziet eruit als een heel erg gaaf kasteel. Coaster of Horrors. Dat betekent dat dit de achtbaan is. Ik hou echt ontzettend veel van achtbanen. Let's go, maar het is wel een horror achtbaan. Wil ik daarin? Ja. Oké, we gaan. Ah, hier hebben we een rij. Nou, we moeten eigenlijk wel aansluiten. Nee, gaan we niet doen. Let's go. Beetje voordringen. Kan toch wel. Oh jeetje. Oh jeetje. Wat gebeurt hier? Ah, ik zit in een soort van raketje of zo. Wow, dat gaat wel echt heel erg snel omhoog. Maar ik vind het alleen maar fijn. Dan gaan we een bochtje om en... Wow, wow. Ik werd zo afgeschoten naar beneden, jongens. Oh, deze rollercoaster is zo gaaf. Ik zou hier in het echt ook wel in willen eigenlijk. Tenzij er iets heel erg gevaarlijks en engs gebeurt. Dan weer niet. Maar voor nu geniet ik er wel van. Oh, we gaan nog een stukje omhoog. Wow. Kijk, daar is een giga zombie. Oeh, hij heeft wel grijs haar. Dat is een oude zombie. Oh, daar gaan we. Oh, daar gaan we. Dit is snel. Dit is snel. Ah! Dat is echt zo ongelooflijk snel. Woehoehoe. Nou, we zijn bij het einde aangekomen. Kijk nou eens eventjes naar hoe enthousiast ik erover ben. En ik ga er gewoon uit. Jammer, want hij was echt heel erg leuk. Oeh, daar zie ik een hele grote schedel op het strand. Hè? Wie is er nou zo groot? Oké, nou laten we daar maar gewoon eventjes niet over nadenken. Maar Ben staat er. Hallo Ben. Oh, wat een avontuur. Kom op, laten we hier zo in de boot gaan. En hier snel uitgaan. Oh, dat betekent dat we bij het einde zijn, jongens. Het einde van het pretpark. Dus ik stap snel eventjes in mijn speedboot. Zo. En dan gaan we hoor, jongens. Woe! Gelukkig, we zijn ontsnapt. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Maar eigenlijk... Als ik heel eerlijk mag zijn, vond ik het nog best wel een leuk pretpark. Het was misschien wel een beetje een horror pretpark hoor. Maar ik had het best wel naar mijn zin. Hallo Ben. Hij zegt, oh, super goed gedaan. Je hebt het hele enge pretpark overleefd. Dankjewel. Mag ik ook een snoepje? Uit je emmer? Njam, njam, njam. Oké, helaas. Ik heb het in ieder geval gedaan en ik vond het een heel erg leuk spel. Dus wat mij betreft was het helemaal en hartstikke geslaagd. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw meest favoriete achtbaan ooit? Best wel lastig kiezen, want er zijn een heleboel leuke. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!